Welkom bij de Wie is de Mol Flits van aflevering 1. Ik heb weer gezocht naar alle hints en theorieën naar de mol. Heb jij nou nog wat leuks gezien? Stuur het naar me of via Instagram. En we behandelen de leukste hints in onze podcast op woensdag op telegraaf.nl. Zometeen een geheime code die zou leiden naar de mol, gevonden in een van de introductiefilmpjes. En een hint die gevonden is in de kaart die Anna trekt. Ja, deze hint spant wel echt de kroon. De mol kreeg het meteen enorm zwaar tijdens de eerste opdracht. Terwijl zijn medekandidaten dus aan het zoeken waren in de menigte, moest de mol gaan meezoeken zonder betrapt te worden. Is dit hem? Is dit hem? Of is dit hem? En loopt Rian hier nou gewoon door het beeld terwijl Anna aan het zoeken is? Manon Neven stuurde me een berichtje en zij denkt daadwerkelijk de mol gezien te hebben. Het is een geschminkt persoon, kijk even mee, die heel duidelijk aan het kijken is op de hangers van anderen. Overduidelijk de mol, aldus Manon. Maar wie zou het dan zijn? Ik heb even iedereen met lang haar langs deze foto gelegd en dat zijn Jip en Anna. Met schmink kun je natuurlijk alles maskeren, dus als we niet kijken naar de kleur vind ik het toch vooral op Anna lijken. Vooral let het op de neus die een beetje naar beneden staat, terwijl Jip juist een neus heeft die omhoog gaat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Anna's kin en oren erop lijken. Dus ja, Molloot Mollevie heeft een andere reden waarom Anna de mol zou zijn. Onze waarzegster heeft het namelijk over de dag van de mol. En laat Anna nou toevallig op 6 januari, de dag van de uitzending van aflevering 1, jarig zijn geweest. En deze mensen waren die dag van de mol goed aan het vieren met bijpassende ballonnen. Nou, ik denk dat we klaar zijn zo. We kunnen stoppen met zoeken. Anna is de mol. Maar goed, trek vooral je eigen conclusie als je hier naar kijkt en laat weten wat je hiervan vindt. Dan de beste positie voor de mol, deze opdracht. De mol wil natuurlijk zelf geen vrijstelling pakken, want dat zou betekenen dat die 1000 euro waard zou zijn in de volgende opdracht. En dan hebben we het over Anna, Jip, Justin en Fons. Maar aangezien Fons niet eens wist of het nou Pito, Topo of Topito was, twijfel ik wel heel erg of hij wel echt de mol kan zijn. Tijdens het speeddaten wil de mol zeker niet iemand aanwijzen die een vrijstelling heeft, want dan komt er dus 1000 euro in de pot. En we weten van Justin, Tooske, Kees, Babs en Fons dat ze wel geld hebben opgeleverd. Maar goed, vergis je niet. Het kan natuurlijk zijn dat de mol op iemand heeft gestemd waar al op was gestemd, om toch iets minder verdacht te lijken. Jip vind ik het minst verdacht bij deze opdracht. Zij had het perfecte plan om de volledige 6000 euro te verdienen en haalde daadwerkelijk ook mensen over om mee te doen. Dan de tweede opdracht. En ook daar gaan we even kijken wat de beste plek voor de mol is. En wat mij betreft is dat toch wel echt bij de kisten. Daar vinden we Anna, Tooske en Kees. En zeker op een coördinerende functie zoals Kees kan je heel erg makkelijk alleen codes doorgeven van schilderijen die fout zijn. Of de slootjes van de goede schilderijen lekker dicht laten. Slechts één goed schilderij is er doorheen. En dat zou toch wel een erg knappe molactie zijn. Dan nog wat verborgen aanwijzingen. Molloot San Mol van het wiesemol.com forum kwam met deze glazen bol van de waarzegger. Die is blauw en heeft wel wat weg van een blauw oog. Dus zou de mol dan blauwe ogen hebben? Nou, en welke kandidaten hebben er dan daadwerkelijk blauwe ogen? Dat zijn Kees, Jip, Rian en Fons. 4 op een rij. Zou een goede hint zijn als een van hen uiteindelijk de finale bereikt. Dan nog een hint in de leader, ingestuurd door Jury van der Lans. Dankjewel daarvoor. Elke kandidaat heeft zijn eigen tarotkaart met een eigen symbool. Anne Gimbrere was hierbij de gouden kroon. Zo'n kroon is ook te zien in de leader. En direct daarna krijg je Anna in beeld. Mooi gevonden. En dan hebben we nog een andere hint naar Anna. Tijdens de bekendmaking van de kandidaten afgelopen november werd elke kandidaat bekendgemaakt met een introductiefilmpje. Alle kandidaten hadden uiteraard een naamtitel, om even te weten wie het is. Maar let even goed op de manier hoe deze naamtitel in beeld komt. Het lijkt een soort random reeks aan letters voorbij te komen. Op zich is daar niks geks aan, behalve dus bij Anna Gimbrere. In haar video is dit frame te zien, een M en een L. En de vingerafdruk lijkt natuurlijk wel heel erg op een O. En dat maakt natuurlijk samen mol. En dit is dus alleen bij Anna te zien. De andere kandidaten hebben andere lettercombinaties in beeld. Een verborgen aanwijzing naar de mol zou ook nog verstopt zitten helemaal aan het einde van de aflevering. En dat bedoel ik echt helemaal aan het einde. Nog nadat het Wie is de Mol logo in beeld is, krijg je altijd nog even een bumpertje van de Avrotros te zien. Maar wat zien we hier? Een reclame van Maestro. En wie heeft in 2022 dat programma gewonnen? Rosario, oftewel Soar. Dan nog even de verdenkingen. Kees en Anna worden beide het meeste verdacht met 19%. Daarna volgen nog Jeroen en Jip. Degene die het minste wordt verdacht is Rosario, oftewel Soar, met slechts 5%. Zelf had ik alle punten ingezet op Anna voor de eerste aflevering, dus ik denk dat ik dat maar gewoon blijf doen. Alle puntjes op Anna als mol. Dan de nutteloze hint van deze week. En die komt van Bodios van het wiesemol.com forum. En hij schrijft het volgende. Het nieuwjaarsconcert vond plaats in de Hofburg in
Wenen. Hof is Duits voor tuin en in een tuin zitten soms mollen. Maar de dirigent had een orkest voor zich dat een muziekstuk speelde in D-mol. Soor dirigeerde zich vorig seizoen na de overwinning in Maestro. Soor is D-mol, oftewel Soor is de mol. Ja, prachtig. Heb jij nou nog een leuke hint of wil je gewoon wat kwijt over de aflevering? Stuur het naar me op via Instagram en dan behandelen we de leukste inzendingen in onze podcast aanstaande woensdag op telegraaf.nl. Hopelijk tot dan en anders zie ik je graag volgende week weer bij een nieuwe flits. Hoi!